Jij vindt dat er een Alzheimercafé in Zoeterwoude moet komen. Wat is een Alzheimercafé? Alzheimercafé, dat is een ontmoetingsplaats voor beginnende dementerenden en hun naasten, hè, eventueel mantelzorgers ook. Om elkaar te ontmoeten. En ze kunnen elkaar ervaringen kunnen ze uitwisselen. Ze kunnen kennis delen. Ze zijn er ook even uit. Dus het lijkt me een hele plezierige ontmoetingsplaats. Waarom moet dat in Zoeterwoude komen? Waarom? In de omgeving zie je ze verschijnen. Zijn ze vaak ook al. En het is toch fijn om binnen de grenzen van Zoeterwoude zo'n ontmoetingsplaats te hebben. Waar zou dat dan kunnen? Ja, dat moet nog eventjes onderzocht worden. De wethouder heeft aangegeven dat hij dat aan de projectleiders van die zich bezighouden met de dementievriendelijke omgeving. Hij vond het een goed idee en hij zou het doorgeven.